Tijdens de zomer komen er veel mensen naar Ameland om te genieten van een welverdiende vakantie. Maar naast alle toeristen is ook het eerste elftal van Cambuur op het eiland. Alleen niet om vakantie te vieren. De mannen trappen hier het nieuwe seizoen af met een driedaags trainingskamp om zich voor te bereiden op weer een mooi voetbaljaar. Gisteren hier aangekomen, lekker twee keer getraind, gisteren één keer getraind, vandaag. En dan behoorlijk niveau in een groep zitten. We merken dat ze vorig jaar goed getraind zijn en een goed niveau gehaald hebben. Dat hebben we natuurlijk ook gezien in de wedstrijden. Dus ja, ik voel me als een vis in het water eigenlijk. Met het vertrek van Tissou Daly en Van der Streek heeft het elftal veel goals ingeleverd. Ja, dat zijn natuurlijk behoorlijke aderlatingen voor het team. Heel veel middenveld weg, veel creativiteit weg, veel goals weg. Dus ja, we zijn nog lang niet compleet, dat is duidelijk. En je merkt nu al dat steeds betere spelers worden op de markt komen. Dus we weten heel goed wat we willen. We zijn heel kritisch. We willen creatieve spelers die passen binnen onze speelwijze, manier van voetballen. Ja, en die zijn niet altijd in grote aantallen aanwezig. Dus geduld, maar uiteindelijk gaan wij een goede selectie krijgen. Cambuur speelt hierop in door onder andere Daniels aan te trekken. Voor een buitenspeler. Daniels veel goals heeft gemaakt afgelopen jaar. Ik denk dat hij scorend vermogen en snelheid op de vleugel, dat zijn specialisme is. Ricardo Kip was afgelopen seizoen deel van de selectie. Ook dit jaar is gekozen voor een nieuw verhuur. Waarom? Ricardo heeft een beetje een pechjaar achter de rug. Het is niet geworden wat hij ervan gehoopt had. Mede door blessures. Ik denk dat wij wel vertrouwen hebben in Ricardo. Ook in zijn manier van spelen. Met zijn diepgang, ook zijn scorend vermogen. Dus wij hebben het idee dat hij op zoek is naar revanche. En wij geven hem graag die kans. Zaterdag is de eerste training in het stadion waar iedere supporter natuurlijk welkom is. Ja, ik hoop veel mensen. Dat is natuurlijk altijd leuk als er veel mensen op afkomen. Dus dat is het allerbelangrijkste. Ja, en ik kijk er wel naar uit om voor het eerst in het stadion te trainen. Onze thuisbasis, waar je zelf vaak gelopen hebt. Dus ja, dat is wel een mooi vooruitzicht. We zijn heel ver met een keeper, dus ik neem aan dat zaterdag dat we een nieuwe keeper erbij hebben. Na de ochtendtraining, een sportmaaltijd en even rust, stappen de spelers op de fiets naar het strand. Alf en Daniels lag alleen maar naast de boot. Barto was een beetje gevaarlijk, kamikaze piloot. Ik vond het heel erg leuk, ik had het niet verwacht, maar ik vond het wel heel erg leuk. Iedereen scheen wel een beetje in zijn broek om in het water te vallen. Hey, ik moet zeggen, ze konden het allemaal wel aardig goed voor de eerste keer. Op basis van deze bootactiviteit, heb je er vertrouwen in? Ja, kijk, als we hier op af moeten gaan, heb ik er heel veel vertrouwen in, zeker. Dankjewel.